Vandaag heb ik een hele spannende challenge in Fortnite. Wij gaan namelijk kijken naar een wereldrecordpoging, maar daar zit een twist aan. Als deze persoon de map gaat halen binnen 8 minuten waar we zo naar gaan kijken, moet ik mijn Fortnite-account verwijderen. Dat betekent dus dat ik per direct zou stoppen met Fortnite. Dus laten we gaan kijken of ik mijn account mag houden of moet gaan verwijderen. Alright jongens en meisjes, het leven van mijn Fortnite-account bestaat echt in het handen van deze kerel. Deze man waar we naar aan het kijken zijn heet Technuclear. Ik volg hem echt al een hele lange tijd, want deze man is nog steeds bezig met het spelen van Only Up. Want deze kerel heeft op dit moment het wereldrecord Only Up in Fortnite. Maar we hebben vandaag een twist eraan, jongens en meisjes. Wij gaan kijken naar zijn wereldrecordrun. Maar als hij onder de 8 minuten deze map weet te halen, moet ik stoppen met Fortnite. Moet ik mijn account gewoon van mijn PlayStation en van mijn PC verwijderen. Dus ik ben heel erg benieuwd of hem dat gaat lukken. Ik hoop het niet, want ik wil gewoon Fortnite blijven spelen. Dus laat even een duimpje omhoog achter op deze video. Vergeet even niet te supporten. Ik weet de code TIES te gebruiken in de itemshop. Om mij natuurlijk te supporten als jij iets koopt in de itemshop. En vergeet natuurlijk even niet te abonneren op mijn kanaal om niks te missen. Want deze man pakt hele lijpe shortcuts. Ik heb deze Only Up map heel veel gespeeld. Ik heb die van Paradox heel veel gespeeld. Maar deze speel ik soms heel af en toe nog om hem gewoon te proberen. Omdat ik deze nooit zelf heb weten te halen, zeg maar. Dus ik weet het, de Only Up hype is misschien een beetje gaan liggen. Maar alsnog gaan wij dus vandaag kijken naar deze insane video. Want het is echt onbegrijpelijk vet wat deze kerel gaat doen. Hij is met 1 minuut en 14 seconden is hij al bij seizoen 2. En ik moet jullie vertellen dat toen ik dit speelde, ik hier volgens mij niet onder de 2 of onder de 3 minuten was. Dus deze man is echt tand te snel. Hij gaat sowieso naar rechts hier zo. Ik denk dat ook iedereen die deze video kijkt sowieso wel eens Only Up gespeeld heeft. En ik denk ook deze Only Up map, want dit was legit de meest populaire Only Up man volgens mij toen die nog heel veel gespeeld werd. Ik weet niet of die nu nog veel gespeeld werd, maar dat doet het ook niet toe. Ik hoop gewoon dat deze guy wel hem heel snel haalt, maar wel boven de 8 minuten blijft. Want ik wil gewoon niet mijn Fortnite account kwijt. Nou, bro, deze shortcut, maat. Deze shortcut ging echt helemaal nergens over. Ik krijg gewoon jeuk aan mijn oor eraan, maat. Ik krijg gewoon jeuk aan mijn oor hoe snel deze gozer aan het spelen is. Hij krijgt een invite van Sydney Winner, of Sid de Winner. Geen idee hoe je het uitspreekt. I don't care ook. Het boeit hem ook niet. Hij gaat gewoon door, jongens. Hij zit gewoon in die hyperfocus. Hij heeft er geen commentary van gemaakt. Dus dat is voor mij wel chill. Dan kan ik er gewoon lekker overheen praten. Wat we natuurlijk nu ook aan het doen zijn. Maar hij is al bij dat stukje hier zo. Waar hij dus omhoog moet zwemmen. Nou, jongens. Ik kan je vertellen. Dit is mij nog nooit zo snel gelukt. En ik denk dat niemand dit zo snel gelukt. Dus als het hier wel zo snel gelukt is, bro. Waarom heb je dat dan niet geüpload? Dat is mijn vraag, zeg maar, aan jullie. Maar holy shit, jongens en meisjes. Laat even in de comment weten of jij nog Only Up map speelt. Ik speel het echt af en toe nog wel als ik me verveel. Vooral met vrienden is het leuk om te doen. Blijf ik Only Up echt wel een ding vinden die heel erg leuk is. Maar hij pakt dus wel slim die ATK. Hij gaat hier rijden. Hij gaat zelfs boosten, of niet? Nee. Oh, hij boost zelfs. Hij is geweldig. Hij durft wel te boosten. Oké. Okay. Ik durfde dat nooit omdat het soms een beetje glitcht omdat het zo hobbelig is. Maar deze man, ja, hij pakt wel een gouden boost alsof het Mario Kart is. Oké dan. Hij zit bijna op 3 minuten. Dus als het zo doorgaat, jongens, ziet het er voor mij niet goed uit. Want als hij wel zo doorgaat, komt hij onder de 8 minuten uit. En dat betekent dat ik mijn Fortnite-account kwijt ben. Dat wil ik echt niet, jongen. Oh mijn god. Als ik mijn Fortnite-account door hem moet verwijderen, jongen. Oh, jongens, dan word ik niet blij. Dan word ik zeker niet blij. Oké, ik ga doorrijden. Hij rijdt in ieder geval door. Of nee, hij mag ook wel even een keer vallen. Zolang hij het wereldrecord maar haalt. Maar hij is nu al bij Kevin de Cube level. En wat voor... Deze shortcuts, bro. Die shortcuts die hij pakt zijn echt insane. Even, doe even normaal, bro. Even serieus, wat zijn dit voor shortcuts, bro? Holy shit. Oké, hij is 3,5 minuut bezig nu. Iets meer dan 3,5 minuut. Oké, er is nog niks aan de hand, jongens. Want we weten niet of hij gaat falen. Ik denk het waarschijnlijk niet als je zo'n snelle tijd neerzet. Maar ik weet ook niet wat zijn tijd is. Want volgens mij was deze map niet onder 7 minuut 51 te halen. Wat betekent dat hij 9 seconden over zou hebben om natuurlijk mijn Fortnite-account te verwijderen. Maar gaat hij dat halen? Dat is nog steeds de vraag. Ik moet wel ook niezen. Bro, ik ben zo... zo zenuwachtig dat ik gewoon moet niezen. Holy shit, hij viel daar bijna. Broski, je mag van mij wel even één keer vallen, hoor. Want dan moet je helemaal opnieuw beginnen. En dan is het niet voor mij mijn account verwijderen. Maar het ziet er tot nu toe niet naar uit. Hij is maar seizoen 7, bro. Seizoen 7, hij is 4 minuten bezig. Er zijn nog maar 3 seizoenen hierna. Hou op met mij, alsjeblieft. Nee. Ik ben heel bang, jongens. Dit zou zomaar eens mijn laatste Fortnite video kunnen zijn, bro. Oh mijn god, nee toch. Nee. Oké, hij klimt hier wel heel slim omhoog. Ik weet niet of ik dit level heb gehaald überhaupt ooit. Ik ben hier wel voor mij een keer geweest, maar... Ja, voor mij ben ik wel een keer ook bij dat level geweest met de lava. Daar komt hij nu naartoe, want je ziet de lava daar linksboven al liggen. Oh mijn god, hij gaat richting de 5 minuten toe. Oké, die shortcut pakt hij.
Deze gast heeft zonder bollen 100% non-stop no-life deze map gespeeld. Hij kent hem uit zijn hoofd. Hij kent al die shortcuts uit zijn hoofd. Maar hoe kom je achter die shortcuts, bro? Even serieus. Hij speelt ook op controller. Oké, seizoen 8. Oh mijn god. Seizoen 8 binnen 5 minuten. Maat. Dit ziet er niet goed uit voor mij, hoor. Dit ziet er echt niet goed uit voor mij. Ik begin ook een beetje zenuwachtig te worden. Mijn been begint ook te trillen. Oh mijn god, jongens. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Bro, hij doet dit zo clean. Ik vind het wel vet om naar te kijken hoe clean hij dit doet. Altijd als ik dan dit soort video's kijk, heb ik ook weer zin om zelf die Only Up map te spelen, zeg maar. Maar, oh? Bro, wat? Huh? Man, dan loopt de hele andere kant toe. Wat? No way dat dit kan. No way dat dit kan. Hoe kom je hier achter, bro? Oh mijn god. Kijk wat hij heeft geskipt. Bro. No way dat dit kan. Oh mijn god, hij heeft gewoon... Maat. Maar dit is legit. What the heck, bro? What the heck zie ik? Ik ben gewoon flabbergasted dat hij dit doet. Ik heb namelijk ooit... Oh, hij ging bijna dood. Ik heb namelijk ooit al een keer een video van hem gecheckt. Toen deed hij dit niet. Hoe hij hier achter is gekomen, maat. Insane. Holy shit, bro. Hij heeft nog 2 minuten. Hij heeft nog minder dan 2 minuten de tijd, jongens. Holy shit. Minder dan 2 minuten in de tijd, alsjeblieft. Ik hoop gewoon dat hij ergens vast blijft hangen. Dat hij onder de, of boven de 7 minuten uitkomt. Oh mijn god, daar doet zijn glijden uit. Dan pakt hij hier weer een lounge. Oh my god, bro. Kijk dit dan, hij skipt ook gewoon dit hele skut. Het is echt insane. 1,5 minuut heeft hij nog, jongens. 1,5 minuut heeft hij nog in de pocket. Oh my god. Oh my god. Oh, daar ging hij bijna. Holy shit. Holy shit, jongens. Oh mijn god, hij kan het gewoon. Hij kan mij nu keihard gewoon naaien. Ik ben hier heel bang voor. Hij heeft nog minder. Hij heeft iets meer dan een minuut. Hij heeft nog iets meer dan een minuut. Ik weet niet hoe ver hij in een minuut kan komen. Hij is al aardig hoger, jongens. Hij heeft op dit moment nog 1 minuut de tijd. De laatste minuut gaat nu in om mijn Fortnite account te houden. Oh mijn god, jongens. Hij is bij het laatste seizoen. Oh, dit gaat hij niet redden, toch? Zeg maar alsjeblieft dat hij dit niet gaat redden. Alsjeblieft. Bro. Oh, 45 seconden nog. Hou me mij. Ik wil mijn Fortnite account niet kwijt. Nou, dit gaat hij niet redden, toch? Ik denk dat ik wel veilig ben. Kijk hoe hoog hij nog moet komen, alsjeblieft. Oeh, dit is niet goed voor mijn hart, jongens. Waarom heb ik deze challenge überhaupt gedaan? Oh my god. Het feit dat ik nu in Spanje ben, terwijl deze video online komt, is enigszins nog dat ik een beetje kan relaxen. Oh my god, jongens. Oké, hij heeft nog 20 seconden. 20 seconden de tijd, maar voor mij moet hij de ruimte ook nog in. Dat kan hij niet halen, toch? Oh my god, alsjeblieft. Dit kan hij toch niet halen, jongens. Dit kan hij toch niet halen. 9 seconden nog. Dit wordt hem niet, dat kan niet. Ik ben hier niet geweest, trouwens, volgens mij. Ofwel, ben ik hier zelf een keer geweest? I don't know. Hij gaat hier omhoog. Het is 8 minuten. Oh, mijn Fortnite account is veilig. Holy shit, mijn Fortnite account is heilig. Oh my god. Broski, broski, broski. Mijn hart kon dit niet aan, hoor, bro. Mijn hart kon dit eventjes niet aan. Holy shit. Gaat hij de ruimte in of niet? Nee, volgens mij heeft dit stukje geen ruimte. Oh, ik heb zoveel geluk gehad. Holy shit, jongens en meisjes. 18 seconden speling. Anders was ik gewoon mijn Fortnite account kwijt geweest, maat. Holy damn.